Hoi, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met deze mooie krans. Zoals je ziet is het een bruine krans, de bio-variant van Oasis. Vertel ik straks meer over, maar heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Goed, dan hebben jullie nog een winnaar van mij te goed, van de vorige winactie. Die komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen, want je hebt een cadeau van de waarde van 15 euro gewonnen. En dan heb ik vandaag ook een leuke winactie. Namelijk, hoe lang bestaat het bedrijf Oasis? Oasis, waar we het steekschuim van gebruiken. Ik ben benieuwd of jullie het antwoord weten. Laat het hieronder weten, dan doe je mee met de winactie. En dan zou ik zeggen, laten we nu gauw beginnen. Zoals ik al zei, gaan we vandaag aan de slag met deze mooie krans. Ik heb hem toevallig al voorbereid. Ik laat hem eventjes aan jullie zien. Kijk hoe tof. We gebruiken vandaag allemaal mooie natuurlijke materialen. Hele mooie mosstakjes. Ja, ik ben echt helemaal verliefd op. Het is toch fantastisch. Hier heb ik hem wat meer in een rode tint opgemaakt. En we gaan hem nu wat meer in de herfstkleuren opmaken. Maar je kan hem natuurlijk in de gewenste kleur bestellen die je leuk vindt. Goed, ik hou je even iets dichterbij. Dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Wat we als eerste gaan doen is deze mooie mostakjes. Ja, echt heel tof zijn ze. Dan gaan we bevestigen aan de zijkant. Ik knip de takjes in verschillende hoogtes, zodat je een heel leuk speels effect krijgt. Dat kan je hier ook zien. En dat je heel mooi diepte krijgt door er bovenop in de krans te kijken. Dus dat is wat we als eerst gaan doen. Je kan de brede takjes kan je gebruiken, maar ook de wat kortere takjes. Dus ja, eigenlijk kan je alles daarin gebruiken. Als een takje echt heel vervelend de zijtakjes heeft, kan je hem eventueel eventjes bijknippen. Maar soms geeft het ook wel een heel leuk effect. Dus speel daar gewoon mee. Zoals je ziet lijm je eigenlijk alles aan de zijkant van het steekschuim. En dat doe je aan de buitenkant en aan de binnenkant. En dan kan je gelijk zien hoe leuk effect je dat krijgt. En wat ik echt een voordeel vind aan de kleur bruin is dat je, mocht je er een klein stukje tussen hebben, dat past heel goed in het geheel. Dus je ziet niet gelijk dat het afsteekt. Waardoor je heel snel een heel mooi geheel krijgt. Daarnaast lijm ik alles wel zo dicht mogelijk op elkaar. En soms heb je ook nog net zo'n mos stukje dat je dan alweer tussendoor kan plakken. Dus ja, lijkt gelijk heel erg mooi. Ik ga de rest van de krans doen. Thank you.
Nou, zoals je kan zien is alles mooi weggewerkt aan de zijkant. Ik vind dit echt al een plaatje, jongens. Echt prachtig. Ja, het geeft gewoon echt een heel mooi sfeertje, dat natuurlijke. En zoals je nu kan zien, loopt het eigenlijk al mooi over met het steekschuim door de kleuren, hè? Omdat het dan heel mooi natuurlijk eruit ziet. Dus we gaan het nou vullen met bloemen. Voordat je de krans beplakt, heb je hem natuurlijk al vol laten zuigen met water. Dat is natuurlijk belangrijk. Allereerst vind ik het mooi om met mos te werken. Mos geeft rust in het stuk. De buitenkant is natuurlijk al best wel wat drukker. En dat vind ik gewoon een heel mooi effect geven. Maar ik doe wel kleine stukjes mos. Dus ik breek het bolmos. En ik zet het even vast met een krammetje. Dan verdeel ik de rest van de bloemen en ik steek het mooi compact in het stuk. Lijkt bijvoorbeeld mooie roosjes. Ook mooie chrysantjes, natuurlijk mooi passend bij de herfst. En ik vind het in dit soort kransen altijd heel mooi staan. Geeft echt een heel leuk effect. Dan de lampionnetjes en dat doe ik als volgt met een krammetje. Die steek je er eigenlijk doorheen. Dat doe je voorzichtig en dan kan je hem zo in de krans verwerken. Kijk hoe prachtig dit dan wordt. Ik vind deze kleuren bij elkaar ook echt super mooi. Maar nou kun je eigenlijk zien hoe verschillend zo'n krans dan eigenlijk kan worden door een paar verschillende kleuren. Want hier is net een tintje meer rood in. Ja, dit is echt meer de herfstkleuren. Hè? Je kan hem dus eigenlijk gewoon een gewenste kleur maken. Je kan hem bijvoorbeeld ook in wit maken. Is ook erg mooi. Wat neutralere kleuren, pastelkleuren. Maar ja, juist die basis is natuurlijk echt gewoon heel erg tof. Dan gebruik ik als laatste nog even de Floral Life. Deze spray maximaliseert de natuurlijke versheid van verse bloemen. Dus je zorgt eigenlijk van bovenaf dat het langer en mooi blijft. Nou, dat willen we natuurlijk. Al moet ik zeggen dat zo'n krans blijft natuurlijk gewoon echt lang mooi. Droogt vaak heel mooi in.
Dus dat is natuurlijk super tof. Goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik vond het in ieder geval super leuk. Ik ben enthousiast. Jullie zien mij de volgende keer weer. Doei!